Gisteren was het een drukte van belang in het kerkje aan de zee op Urk. De hele dag stond in het teken van filmopname voor de 18e cd van zangeres Geke van der Sloot. Haar eerste paasalbum. Ze stond op het verlanglijstje en nu kon het door corona, omdat alles wegviel aan optreden en activiteiten, kon ik me daar nu op concentreren. Ik leef in mijn hart van optredens. Ik heb er nog een baan in het onderwijs naast, dus ik kan gewoon doorleven. Maar het is een heel raar jaar, maar je moet gewoon doorgaan met je werk. Dus als optreden niet kan, dan maak je gewoon een cd. En dat heb ik met kerst gedaan, heb ik een cd gemaakt. En ik heb dus nu deze paas-cd, om gewoon bezig te blijven. Tussen de opnames door was er nog net even tijd om het album officieel te presenteren. De eerste cd werd overhandigd aan Sjoerd Bakker, jongerenpastor op Urk. Hij was vereerd. Natuurlijk is het een eer als je ook ziet dat Geke al zoveel cd's heeft uit mogen geven. En toen ze mij opbelde was ik ook enorm verrast dat ik degene was waar zij de eerste cd aan wou uitreiken. De eerste cd. Ja, ik ga even luisteren. Ik ben wel benieuwd natuurlijk wat erop staat. Ja, en ook leuke namen die mee hebben gedaan. Ellie Zuiderveld is voor mijzelf vanuit mijn jeugd toch echt wel een boegbeeld, christelijke kindermuziek. Dus ik ben blij met de eerste editie. Niet alleen Ellie Zuiderveld, ook Marco Bakker heeft meegewerkt aan dit paasalbum. Hoe krijgt Geke toch elke keer weer voor elkaar dat die bekende Nederlanders belangeloos meewerken? Nou ja, je kunt wel zeggen zo gek, want de eerste Urker muziekschool, Geke Stiental, heeft in die 40 jaar dat ik bezig ben nooit geen subsidie gehad. Dus er is nooit geen geld. En om dan mensen bereid te vinden om toch allemaal mee te doen. Maar als je het goed uitlegt aan de mensen waar het doel voor is, en dan doet eigenlijk altijd iedereen mee.